Eigenlijk is het voor mij een winter die ik nog niet in die 15 jaar dat ik op de markt sta heb meegemaakt hoor. Ik heb dan een verkoopwagen, dus ik kan het mijn kraam verwarmen. Maar je moet ook het publiek hebben wat naar die markt toe komt natuurlijk. Je kan er staan en je kan het lekker behagelijk en warm maken met elkaar. Maar je wil ook wel wat verkopen. En dat valt goed tegen op dit moment. Ja, nou de winter die is altijd minder dan in de zomer. Hè. De zomer pak ik hoeveel mee en nou de winter moet dan maar eigenlijk weer uitzingen. Toen ik 30, 35 jaar geleden of zo, toen waren we een stuk of 4, 5 met de tractor. Ja, eerst hebben we een bakfiets en een handkar. Nou ja, toen kwam er zo'n tweewieler tractor. Maar over de brug en zo, deze loopt iets meer tempo en zo. En die andere liep eigenlijk te langzaam over de brug heen. Dat was eigenlijk een beetje. Mijn opa die is zon op de markt. Nou, mijn vader. En ik zelf. We zijn met twee markten begonnen. En in het begin hadden we altijd een witlof. Maar daar bracht zoveel geld op en zo, dus hebben we het uitgevoerd. En dan hebben we nog twee markten erbij gekregen. Dus nu hebben we vier markten in de week. Hoe laat ben je opgestaan? Ik 5 uur. Nee, 4:15. De kraam zelf staat er wel of zo, maar je moet de plank zelf omdraaien en de lat in de boom opmaken. En, oh ja, flexstukken eraan. Dat werk moet je allemaal zelf doen, dat is onder het mond van hobby, hè? Ja. Toen ik een paar jaar terug ook met een zeil moest werken, toen moest je ook hetzelfde allemaal over die balken heen gooien. En je kraam, die planken afvegen, de sneeuw eraf. En dan had je het al zo koud, 's morgens. En dan moet je nog beginnen. Nu kom je aanrijden en je zet het ding er neer. En je klapt hem uit. Het is nog wel koud hoor. Maar je hebt het wat comfortabeler. Dat vind ik wel fijn. Je kan in korte tijd zoveel domme dingen zeggen. Het is koud, hè? Hoe is het met de koffie? Het is koud, hè? Ja. Ja, goed. En als je nou maar warme koffie hebt, dan worden wij weer warm. Ja.
een lekkere koffie hoor. Dat mag niet. Ja, je lacht er aan. Ja, kijk eens uit. Ja dan. Ja. Dit is altijd zo lekker, 's morgens. Ja, het was een heftige winter voor de markt. Vrij extreem. We zijn begonnen in december met regen. Toen begon de week voor kerst te sneeuwen. Nou, we hebben ons Dikkersfestijn in Deventer is ook versneeuwd. De verkoop was rustig slecht. Nou, daarna hebben we dus een vorstperiode gehad en ook veel sneeuw. En dat belemmert de mensen om naar de markt toe te komen. Het geeft voor ons veel overlast. Heel weinig ademhoed. Oeh, is het bij mij ook zo? Ja, oh, dan moet er één. Tommer. Ja. En dan gaat de kachel uit. Nou, ga ik daar maar weer even naartoe. Kijk, succes. Want ik kan niet zonder stroom. En zonder kachel, zeker niet. Ja, succes. Ja, het zal wel goed komen. Kom maar, Danny. Heb je iemand gedaan, hoor? Geen stroom is. Nou, ik zie dat André licht heeft. Het bier. Ja, dat is mooi. Dank je wel. Van oudsher zat er een, heel simpel gezegd, een zekering in de meterkast daar van 200 ampère. Maar de kabel die erin zit, die is te licht voor de stroom die er doorheen moet gaan. Waardoor je hele gevaarlijke situaties krijgt. Wat is er, Jan? Dat gaat zeggen ja. Wat is er dan? Geen stroom meer. Oh. Jan kan die gat niet vinden. En als jij geen stroom hebt, behalve licht, wat gaat er dan meer niet goed? Bakijzer. Ik heb geen stroom voor bakijzer. Ja. Ja, mooi zo. Gefeliciteerd. We hebben besloten om direct die week weer op een aggregaat in te schakelen. Een hele droevige januari maand. Je kunt er weinig aan doen, maar het is diep triest. Koud, sneeuw, glad. Ja, je hebt er gewoon niks aan zo. Maar ja, je kunt wel thuis blijven, maar dan heb je niks in mijn ogen. Een heleboel mensen denken daar anders over, denk ik. Als je niet komt, dan heb je niks. Maar ja, nu heb je misschien nog iets. Vandaag krijgen we denk ik voor de zoveelste keer weer weinig, tot zeer weinig mensen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het zijn de charmes van de markt, hè? Zo'n boerenkool zo met een klein bijltje, zo hak je ze af. Want ze zijn zo hard bevroren en zo. En dan pak je ze hier in de schuur en leg je ze op de grond neer. Ja. Nou, en dan, een dag of zo zijn we een beetje dooi of zo. En dan moet je een beetje bijwerken of zo. Net na de middag pak ik hem op. De groenten die op de wagen zitten, zo, dan moet je allemaal kleding omheen pakken. Het zijn eigenlijk van die onderdekens van bedden. Het scheelt op een mooi stuk, hoor, want dan kun je er 10 gaan voor als je het dooi houden. Dus dat valt er wel mee. Het is nu -4, meneer.
Maar ja, het zijn bikkels, dus ze laten het niet zo merken. Maar ik heb er natuurlijk wel een zekere compassie mee. Dat ik denk van ja, het is wel zwaar als je daar de hele dag moet staan. Echt hoor, heel moedig. En dan moet je nog een klant hebben die niks koopt. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En bij die kaasman, nou, ik dacht dat die helemaal de bibben zat. Maar... Al 's morgens vroeg alles inlaaien hierheen. En dan denk ik met name aan marktkoopmensen die dus weinig klanten krijgen in de dag. Dan staat er toch wel mooi te bouwen. Mag ik de koopman tegen de kou? Goed aankleden. Ja? Wat heb u aan? Lange onderbroek heb ik aan. Thermosokken. Twee truien. En een t-shirt. En een dikke jas. Ik heb klompen. Hout, ja. Er komt geen vocht doorheen. Nee, is goed. Vroeger hadden ze dat al. Kom, wat een film! Thermosok. Ik heb nu zoltjes, daar zit een verwarming in. En er zit een accu aan. Dan kan ik hem op verschillende standen zetten. Ik heb hem nu op stand 2. Want ja, op stand 3 krijg ik zweetvoeten van. Het is een plezier als je lekker warme voeten hebt. Want dat is het belangrijkste, want dat houdt het hele lichaam warm. Schoenen, dikke schoenen. Heel dikke schoenen. Ja. Ja, en een muts, hè? Muts ook lekker warm. Geen kacheltje? Geen kacheltje. Geen kacheltje? Hoort nee. Er niet bij. Nee, warme sokken. Dat doen we niet, ja. We houden het gewoon lekker warm door in beweging te blijven. Dat is het belangrijkste. Kacheltje? Kacheltje ken ik niet. Dat hoef ik niet. Op de markt hoef ik geen kachel. Dan moet je zelf bezig blijven. Hier heb je lekkere warme sokken. Dat is net schaap van binnen. Zie je dat? Oh ja. Dat is 80% vol. Maar dan heb je warmte aan. Ja. Dat heb ik zowel in een zak als in een kniekoos. Dus. Ja. En dat hoef je niet voor op wintersport hoor, dat kun je ook hier gewoon dragen. En vooral nu. Ik heb handschoentjes gekocht, oh ja. Tegen de kou. We hopen dat het straks druk wordt, dat we ons warm kunnen werken. Wat is er bijzonder aan deze markt op de Brink? Ik vind het wel gezellig om met mijn kinderen in ieder geval de markt over te gaan. Vis te eten. We hebben standaard dingetjes hier zo. De draaiorgel wat hier altijd staat. En zo af en toe een keer een draaimolen. Nou, daar zijn we altijd blij mee. Ja. Alleen leuk markt, die een beetje koud. Niet veel rommel mensen. Het is natuurlijk het mooiste plein van heel Nederland. Dat maakt het al bijzonder, denk ik. Het is lekker centraal voor mij. Dat is prettig. En mijn favoriete groentekraam zit hier. Vind je een lekkere stroopwafel hebben? Ja. Ja, elk zaterdag halen we. Ja? En jullie? Nee, dank je lief. Wat je de mensen van de markt zou willen wensen, die hier op de markt werken? Dat sommigen nog aardiger doen tegen de klanten. Okay. Want ik was de laatste met een vriendin en eentje zei, ga weg. Ik hoop dat alle marktkooplui in 2010 ervoor blijven zorgen dat het zo'n gezellige markt blijft. En ik wens een hoop klanten toe. Ik denk vanwege de recessie dat het een leuk en goed jaar kan worden.